Een hele goede avond, lieve dames en heren, jongens en meisjes thuis en natuurlijk hier in de studio. En dag, lieve Jos, ik weet dat je kijkt en ik hoop dat je een beetje voor me duimt. Want het is reuze spannend, zo'n eerste programma. Maar het wordt heel goed gemaakt, hoor. Want wat dacht u, lieve mensen, van dit prachtige decor? Hè? Ja! En dan zo'n heerlijke opkomst met de Barry Steven Dancers. Daar mag ook best een applaus voor. Het gaat vanavond om drie kandidaten die het tegen elkaar gaan opnemen. Het is een wedstrijd. Ze proberen uiteraard om te winnen vanavond. Dat kan niet alle drie, er komt er maar één uit. Maar uiteindelijk proberen ze om in die finale terecht te komen. Want als ze eenmaal in die finale terecht zijn gekomen, degene die dan wint, houdt u zich maar vast, die krijgt dan een eigen tv-programma. En dat is reuze uniek hier in Nederland. Dat is nog nooit getoond. Heb ik er dus een nieuwe collega bij. En niet ik alleen, maar al die andere mensen natuurlijk. Hè. Maar ze moeten daar wel heel, heel wat voor doen. En dat gaan we vanavond uitproberen, testen. Want als showmaster dan moet je veelzijdig zijn. Je moet uiteraard goed kunnen presenteren. En een spel kunnen leiden, dat moet ook goed kunnen. En je moet een klein beetje kunnen dansen, een beetje kunnen zingen. Nou, dat wordt getest. Daarnaast doen ze ook nog hun eigen specialiteit. En dat kan variëren, want de ene zegt, nou, laat mij maar goochelen. En de ander zegt, nou, ik doe liever een dansje of ik zing liever een prachtig nummer. Alles, alles kan. Eén ding is zeker. Al die onderdelen, die worden beoordeeld door een zeer vakkundige jury. En de voorzitter is Pim Jacobs. Ja, een zeer vakkundige jury, dat denk ik. En dan moet u de voorzitter maar even buiten beschouwing laten. Maar er zitten hier naast mij drie zwaargewichten, dames en heren. En die ga ik aan u voorstellen. In de eerste plaats is dat naast mij een man die u waarschijnlijk thuis allemaal nog wel kent van voortreffelijke televisieshows die hij maakte alweer jaren geleden. Die daarna naar Amerika ging, de hoofdrol speelde in de musical Barnum. En diezelfde musical, dat is nu hier in Nederland het geval. Dat wordt hier avond en avond opgevoerd, een schitterende productie. En hij is daarin de stralende hoofdrolspeler. Het is een showmaster, puur zang. Hier zit Mike Burstyn. De dame daarnaast ken ik al heel lang, moet ik zeggen. Ik heb haar zelfs Miss World zien worden. En daarna ging zij een modellenbureau oprichten. En dat doet ze uitnemend al tal van jaren. Zij begeleidt daarin mensen die zij dus begeleidt als mannequin, als model, als fotomodel. En ze doet dat met een ongelooflijke inzet. En zij is dus, denk ik, uiterst bevoegd
om te oordelen over presentatie, over uiterlijk, noemt u maar op. Corine Spier-Rotscher. En daar dan weer naast een man die nauwelijks enige introductie behoeft. Een man die het theater kent als zijn broekzak. Al bijna 25 jaar zijn eigen shows maakt en natuurlijk ook opvoert op het toneel. De teksten maakt, de muziek maakt, fantastische conferences maakt. Enfin, we kennen hem allemaal. Henk Elsink. Nou, een puikenjury, hè? Maar wij vinden dat uiteraard het oordeel van de jury heel, heel belangrijk is. Maar uiteindelijk dat het publiek het laatste woord heeft. En dat gaat hier vanavond ook gebeuren. U krijgt straks de kans om uw mening te geven. Hoe en wanneer, dat vertel ik u zo dadelijk. Want ik denk dat we snel overgaan naar de kandidaten. Die zijn behoorlijk nerveus. Het is ook de eerste keer dat ze het gaan doen. Wij hebben hier al wekenlang gerepeteerd, samen met ze. En wij zijn één familie geworden. Jury, ik wil jullie niet beïnvloeden. Voor mij zijn het alle drie winnaars. En we beginnen met de eerste kandidaat. Hij komt uit Den Haag, is 27 jaar. Heeft in zijn schooltijd cabaret gedaan. Heeft ook al een aantal theaterconcerten, programma's gemaakt. En is nu bezig met een hele nieuwe. Nu een debuut als showmaster. Hopelijk voor hem. Hier is Theo Keizer. Showmasters, masters of show. Op tv en radio. En hoe bereik je nou de top? Als presentator in de dop. Eerst de trap af en pas dan de ladder op. Goedenavond. Mijn specialiteit is een sneldicht act in de traditie van Willy. Roept u maar. Ik zag dus het debat en ik vind die Mark Dukakis, dat is een kandidaat waaraan kraag nog smaak is. Het zal mij niet verbazen wanneer het niet lang duurt voordat hij door de kiezers het Bush wordt ingevoerd. Showmaster, open zich het doel. Theo, jij bent de eerste, hè? Ja. Van de hele reeks. Ja. Hoe voelt het nou om dan zo van die trap af te komen? Nou, wij hadden vroeger thuis in ons huis zo'n hele lange, smalle trap. En als ik daar afliep, dacht ik altijd van, het is een revue-trap. En dus het is een soort jongensdroom eigenlijk. Oh, wel, ja. En dan nu meteen het applaus. Dus ja. Heerlijk. Ja, dat kan niet op. Ja. Nou, wij gaan gauw naar de tweede kandidaat. Hij komt uit Amsterdam, is 25 jaar, is copywriter. En zijn creativiteit wil hij op een verschrikkelijke manier botvieren in de wereld van de televisie. En dat mag hij van mij. Rolf Wouters. Showmaster, master of show. Op tv en radio. Het is al begonnen, dus ik moe. Alleen zit mijn haar wel goed. Voor showmaster Sandra's Hollywood. Goedenavond, ik laat u straks zien dat het showmastersvak wel uit de boek te leren is. Had die 5 gulden voor NCRV-leden dan vooraf? Ik bedoel, laat ik dat wel even... Hallo? Ja, sorry hoor, ik ben bijna aan het eind, maar ik wou het wel graag even afmaken, hè? We gaan zo dadelijk eten, ja? Goed, dames en heren. Showmaster, open zich het doel. Hallo. Ik vind het dansje van jou zo leuk. Ja, ik heb daar samen met Ben Steven zo lang op geoefend. Maar je bent blij dat je er vanaf bent. Ik ben ontzettend blij. Ja. Dat is ook te zien aan je. Ik was heel blij dat er nog geklapt werd ook. Maar... Ja, nou, maar het publiek is enig. Ja, daar is het ziet absoluut... er fantastisch uit. Ja, heerlijk. Heel gezellig. Oké, okay, nou, wij gaan snel naar de derde kandidaat, te. Het is een vrouw. Ze komt ook uit Den Haag, is 26 jaar, zingt al een aantal jaren als soliste. En ze heeft ook in een popgroep gezeten, maar ze droomt van een carrière in de showbusiness. En misschien komt haar droom nu uit. Margo Veldman. Deze avond nooit vergeet.
Goedenavond nogmaals. Ik ben Margot, kom uit Den Haag inderdaad. En ik ga voor u straks een musical medley zingen. Dank je wel. Daarom zei ik het niet hoor. Maar als jij droomt van een showbusiness carrière, dan vind je zo'n opkomst met ballet en alles vind je natuurlijk heerlijk. Ja, dat is fantastisch. En dan ook nog het applaus. Hè? Ja. Ben je blij dat je er vanaf bent, het eerste gedeelte? Nou nee, ik vind het toch leuk om te doen. Daar was ik niet echt zo bang voor. Dus, nee? Nee, dat was ook duidelijk te zien, want ze kwam zelf verzekerd over. De opkomst van jullie, dames en heren, dat wordt mee beoordeeld door de jury. Want dat is een beetje dansen en een beetje zingen. En zij zijn toekomstige showmaster. En dan kan het zijn dat jullie bekend gaan worden. Trouwens, dat weet ik wel zeker. Na deze uitzending kan je gewoon niet meer rustig op straat lopen. Ik ben bang van niet. Nee, dat zit er wel sowieso in. Maar wat krijg je dan dat je te maken hebt met pers? En dat hoort er gewoon bij. En dat heeft zijn leuke kanten en zijn minder leuke kanten. Nou, ze gaan je dan allerlei vragen stellen over je privéleven. Dat is wat minder, vind ik zelf hoor. En ze vragen je dan ook over het vak. Dat zijn de allerleukste vragen. Nou, wat wij willen zien van jullie is hoe je je gedraagt tegenover de pers. En of jullie daar leuk op kunnen reageren en inspelen. Laten wij naar de perskamer toe lopen. En de fotografen zijn al bezig, jongens. Dus je moet meteen ervan op de hoogte zijn dat je met een smile hebt. Goeiedag. Heel goed, heel goed. Goedenavond. Oké, heren fotografen. Ik denk dat dit voldoende is. Dank u wel, want wij moeten door. Een klein beetje meer van de kandidaten te weten te komen, vraag ik ze eerst even om iets van zichzelf te vertellen. En Tedo, zou jij dan als eerste willen beginnen? Oké. Om bij het begin te beginnen, ik ben geboren in Scheveningen. Om precies te zijn in de Scheveningse bosjes. Daar stond vroeger de Emma-kliniek, dat was zo'n babytjesfabriek. Toen ik ongeveer 8 jaar was, toen richtte ik op de lagere school in Groningen de zogenaamde GNTB op, de Groningse Nederlandse Toneelstukkenbond. Daarvan was ik dan zelf de directeur. En dan speelden we voor de klas toneelstukjes die ik zelf schreef. Nou, nu ongeveer 20 jaar later, ik treed met mijn cabaretprogramma een paar keer per week op in het theaterrestaurant Goldmund in Den Haag. En dat is het enige wat je doet in het theater of doe je ook nog andere dingen? Daarnaast schrijf ik natuurlijk een hoop. En dat is de bedoeling dat dat weer in het theater te zien is binnenkort. Dus je bent eigenlijk al op weg en dit is een leuke start voor je. Zo zie je het, denk ik. Zeker. Oké, dankjewel. Rolf, zou jij ook jouw verhaal kunnen vertellen? Natuurlijk. Ik heb ooit bedrijfskunde gestudeerd. Ik heb dat nooit afgemaakt. Ik ben naar Amerika vertrokken voor een jaar. En toch teruggekomen. Kijk eens aan. Ik heb mij daarna in marketing en reclame gespecialiseerd. En ik ben op dit moment copywriter bij een heel erg goed reclamebureau in Rotterdam. Zou jij, Rolf, aan ons kunnen vertellen wat copywriter in het kort even inhoudt? Dat wil zeggen dat ik samen met een aantal collega's advertenties ontwerp, maar eerst bedenk. En dat bedenken en het ontwerpen, dat is in het algemeen copywriting. Het is een hele totale zin, waarbij ik dan als copywriter verantwoordelijk ben voor het taalkundige stukje. Goed, nou dat is heel duidelijk. Margot, zou jij dat ook willen vertellen over jezelf? Ik ben ook geboren in Den Haag. Nou ja, niet in Scheveningen, maar in Den Haag dus. Inderdaad, 26 jaar, dat klopt. Ik ben begonnen in de popmuziek, maar had op een gegeven moment het gevoel dat ik daar niet voldoende van mezelf in kwijt kon. Dus toen ben ik meer de lichte muziekkant opgegaan en dan in de zin van musical. Dan heb ik in theaterrestaurant Goldmund in Den Haag heel veel uitgeprobeerd. Dat was heel leuk, heb ik een jaar gestaan. En nu zit ik hier. Oké, nou wij weten een klein beetje meer van de kandidaten. Iedere week, dames en heren, vragen wij 2 journalisten van diverse dag- en regionale bladen om een aantal vragen te stellen hier. En deze week zijn dat Margriet Hunveld van het regionaal dagblad uit Utrecht en Joop Udo van een groot landelijk ochtendblad. Zouden jullie naar voren willen komen? Uh,
En dan moet ik even eerlijkheidshalve bij vertellen dat de journalisten al genoeg informatie over de kandidaten hebben gekregen, zodat ze zich konden voorbereiden op de vragen. Oké, Joop, Udo, jij mag wat mij betreft beginnen. En voor wie is de vraag? Nou, eerst de dame in het gezelschap maar even. Oké, voor Margo dus. Margo, die heeft over het artiestenvak gezegd: het trekt me enorm, vooral vanwege de aandacht. Heb jij echt zo behoefte aan aandacht? En ja, wat voor soort aandacht dan? Ongetwijfeld en alleen positieve. Ja. Nou, ik vond het een heel duidelijk en krachtig antwoord. Margriet Hunveld, voor jou de volgende vraag. En voor wie is die? De volgende vraag is voor Rolf. Rolf, jij hebt bedrijfskunde gedaan. En ik vind dat je een nogal zakelijke indruk op me maakt. Hoe valt dat te rijmen met je ambitie om showmaster te worden? Nou, ik vertelde net al dat ik die studie bedrijfskunde nooit heb afgemaakt. En dat kwam onder andere omdat ik toch veel meer een artistieke richting op wilde. En het vak wat ik nu uitoefen, van copywriter, is creatief te noemen. Zitten toch wel artistieke kantjes aan, vind je? Zeker, heel erg. Ja, ja, dankjewel. Joop, voor wie is de volgende vraag? Voor Tedo. Voor Tedo. Die heeft ervaring als entertainer, presentator in een theaterrestaurant. Ja. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Amusement met een hete aardappel in je keel? Of een artistieke saus over flauw eten? Nou, als de act goed gelukt is, is de aardappel koud. Dus dat is ongeveer. Mensen komen daar dus om te eten. Daarbij krijgen ze een cabaretprogramma. En dat is dan in een combinatie. We proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk de act te doen in hun pauzes. Maar het kan voorkomen dat je een act staat te doen en dat dan allemaal gebraden dingen langskomen en zo. Maar leidt het een het ander niet enorm af? Ja. Ja. Margriet? Ja, voor wie is de volgende vraag? Mijn volgende vraag is aan Margot. Margot, wat ik aan jou niet begrijp, dat is dat jij met proefbandjes naar Londen bent gegaan. Ik snap niet waarom je uitgerekend naar die stad gaat, want daar sterft het van de werkloze televisie- en theatermensen. Wat had je daar te zoeken? Dat klopt, ja. Nou, dat was in de tijd dat ik me nog met popmuziek bezig hield. En ik wist gewoon uit vertrouwelijke bron dat daar veel meer geld beschikbaar was voor nieuw talent. Dus dat is eigenlijk de enige reden geweest. Joop? Nou, in het midden, nou, Rolf. Voor Rolf? Die had iets ethisch een beetje. Die zei: televisie beïnvloedt het leven van alle dag. Het lijkt me interessant om daaraan mee te werken. Ja. Wat ik me afvraag, wie en wat wil hij vooral beïnvloeden? En wat hoopt hij daarmee te bereiken dan? Nou, kijk, het medium televisie op dit moment heeft heel veel invloed op het dagelijks leven van mensen. Hoe vaak wordt er niet gesproken over tv-series of amusementsprogramma's? En ik vind het heel interessant om te zien hoe zo'n medium een overwicht heeft op een groot aantal mensen. En ik zou graag mijn positieve bijdrage daar willen leveren. Door als showmaster grappen te maken? Dat zou kunnen. Nee, niet grappen. Dat zou kunnen om door als showmaster op te treden. Maar dat zou misschien ook op een andere manier kunnen. Ook het hele gedoe eromheen? Achter het scherm, ja. Oké. Okay. Goed. En de laatste vraag is voor Margriet. En die is voor? Die is voor Tedo. Tedo, jij zei ooit, je wilt zoveel mogelijk doen voor jouw ideaal. Betekent dat ook de waspoederreclames, de winkels openen en de feestneus op bij de personeelsfeesten? Jij bent daar wat minder. Ik zou niet weten of ik dat zou doen. Dat ligt aan de omstandigheden. In principe doe ik alles wat leuk is. Ja, mijn beste Tedo, dat soort dingen moet je wel weten als je hieraan begint. Ja, dat begrijp ik wel. Maar Jos Brink heeft ooit eens tegen mij gezegd: alles is winst wat je doet. En ik denk, zolang dat geldt voor een activiteit waar dan ook, dat je dat moet doen. Oké, dank je. Dankjewel, Margriet Hunveld en Joop Udo. Voordat we overgaan naar de jury, wilde ik toch eventjes aan u thuis, dames en heren, maar ook voor de juryleden zelf, vertellen dat ieder jurylid maximaal 10 punten te vergeven heeft voor iedere kandidaat. En wij zijn heel benieuwd nu, want dat was natuurlijk een hele belangrijke mededeling die ik te vertellen had. Nou zijn we heel benieuwd naar wat de jury te vertellen heeft over de eerste ronde. Pim. Ja, zo'n eerste ronde is natuurlijk een ronde waar je even een kijkje krijgt op de talenten van alle drie. Maar aangezien dit nog een hele lange weg is die ze moeten gaan vanavond, is het voor ons dan ook niet meer dan even een vluchtige eerste indruk. En daar wil ik dus namens de jury natuurlijk wel
even wat over zeggen. Wat mij opviel was dat ze alle drie toch een vrij zelfverzekerde indruk maakten. Dat wil dus niet zeggen dat het arrogant overkomt, helemaal niet. Maar toch van hier zijn we en dat willen we best weten ook. De een ietsje meer dan de ander. Ik vond Margot natuurlijk een uitstekende opkomst hebben, want ze beschikte over een hele goede stem. Dat was met onze andere vriend Rolf wat minder. maar dat zei hij zelf die al. Die zal dat wel, denk ik, compenseren in de loop van de avond. Ik hoop het. En ze hadden alle drie, dacht ik, heel goed in de gaten waar die vragen om draaiden van de persmensen. Dat is lang niet altijd makkelijk. Wij weten dat in dat vak maar al te goed, ja. Zoals je dat straks ook al zei. Maar ik vond dat ze dat heel kranig, zich heel goed verweerden en ook precies zei waar het een beetje op stond en wat ze graag wilden doen. Nou, ik vond het eigenlijk een hele goede en leuke en veelbelovende eerste ronde. Dankjewel. Willen jullie dan de punten, de eerste punten in gaan tikken? Voor de opkomst en de persconferentie kreeg Tedo van Henk 7 punten, van Corine 7 punten, van Mike 8 punten en van Pim 6 punten. En dat geeft een totaal van 28 punten. Voor Rolf 7 punten van Henk, Corine gaf 7 punten ook, Mike ook 7 punten en Pim 8 punten. En dat geeft een totaal van 29 punten. En Henk gaf Margot 7 punten, Corine gaf 8 punten, Mike gaf 7 punten en Pim gaf 7 punten. En dat gaf een totaal van 29 punten. Nou, twee die gelijk zijn geëindigd, maar dat zegt nog niets, want we moeten snel door met het volgende onderdeel en dat is het eerste spel. Dan moet ik even voor naar deze kant lopen. Het is een heel leuk spel. Het heet Superflip. Een telefoonspel met een flipperkast. En nou zegt u, waar is die dan, die flipperkast? Let u even op. Magie. En daar is hij dus, want dat is televisie. Dat kan. Het is een spel dat drie keer gespeeld wordt. Niet achter elkaar. Maar gedurende het programma. Het is dus een soort van rode draadspel. En pas nadat het derde kandidaat Superflip gespeeld heeft, dan komt de jury pas met hun commentaar en met de punten. Het is een moeilijke opdracht voor de kandidaten, want ze hebben dus de flipperkast. Ze hebben een kandidaat, een telefoonkandidaat aan de andere kant. Ze hebben geen idee hoe die man of vrouw reageert. En ze moeten communiceren via de camera. En ik kan u dat vertellen, dat is reuze moeilijk. Nou, waar de jury op let is het volgende. Ze gaan dus kijken of ze leuk reageren op de kandidaat. Kijken of ze de vaart erin houden en of ze de spanning kunnen opvoeren. We zijn klaar voor de eerste ronde van Superflip. En hier is Tedo Keizer. Dank u wel. Vroeger keek ik altijd ademloos naar Flipper. U weet wel, wat een dolfijn. U kunt vanavond kijken naar een ander soort geflipper en ook dat wordt vast dolfijn. Als het goed is, heb ik nu de eerste kandidaat aan de telefoon. Hallo. 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 Met wie spreek ik? Met Victoria Huizing. Victoria Huizing? Ja. Victoria, van harte welkom in dit programma. Waar woon jij, Victoria? Ik kom uit Spijkenissen. Uit Spijkenissen. En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben verpleeghulp, ben ik. Je helpt de verpleging? Ja, precies. In een ziekenhuis? Ja, in een psychiatrische inrichting of in een verpleegtehuis. En dat is ook in Spijkenissen? Nee, dat is heel verschillend, want via een uitzendbureau word je overal naartoe gezonden. Dus je komt overal terecht? Ja. Goed. Victoria, we gaan het spel met jou spelen. Dat doe je natuurlijk niet voor niks. Er zijn een aantal prijzen te verdienen en die gaan we eerst laten zien. Tot 20.000 punten win je sowieso deze vrolijke jukebox die een AM-FM radio in zich herbergt. Kom je boven de 20.000 punten, dan win je een loopjongen, oftewel een Walkman met auto-reverse systeem. Boven de 40.000 punten kun je voortaan met muziek in bad, want deze radiocassette recorder is waterdicht. Boven de 60.000 punten win je sowieso natuurlijk de radiocassette recorder, maar je maakt ook kans op deze extra prijs. Wie over alle 8 showmasters de hoogste score behaalt, die wint deze prachtige flipperkast.
de moeite waard, dacht ik, Victoria, om voor te gaan spelen. Natuurlijk. Volgens mij kan het met jou niet misgaan, want in jouw naam zit al iets van succes. Wordt het een victorie? Ja. Zo gaan we het doen, Victoria. Okay. Goed, om te beginnen gaan we het spel eventjes testen. Als jij 3 keer achter elkaar flip zou het willen roepen, dan gaan we kijken of ze werken. Oké. Okay. Ja? Flip, flip, flip. Heel goed, op jouw 2e flip ging hij zelfs 2 keer. Dus dat wordt een hoge score, denk ik, Victoria. Goed, het Victoriaanse tijdperk van de NCRV begint nu. Als je er klaar voor bent, Victoria, dan komt nu de eerste bal. En de eerste punten zijn binnen. Flip. Heel goed. Flip. Ja, 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 ja. Flip, flip, flip. Ja, ja, ja. Hij gaat inderdaad 2 keer. Flip, flip, flip. Flip. Hij flipt er tussendoor, Victoria. Maar goed, we gaan gewoon verder. De tweede bal. Vergeet niet die kleine flipper bovenin. Hè. Die kun je ook heel goed gebruiken. Ja. Victoria, dan komt de tweede bal. Ja, ja, ja. Komt ie. In 1 keer ertussendoor. Hoe doe je dat nou, Victoria? De derde bal wordt de beste bal, Victoria. Daar komt hij. Kom op. Ja, ja. Die bovenste. Victoria, ik heb nog nooit iemand zo leuk flip zien roepen. Maar in elk geval, je hebt 12.040 punten. Dat betekent dat wij in elk geval die jukebox aan jou toe gaan sturen. Oh, daar in Spijkenisse. Die is in elk geval heel erg leuk. Er komt prachtige muziek uit. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Ik dank je heel hartelijk voor jouw deelname aan Superflip. En wie weet, tot ziens in Spijkenisse. Okay, dankjewel. Dat was Superflip voor de eerste ronde. Straks wordt de tweede ronde gespeeld door Rolf. Goed, hè? Goed of niet? Dank je wel. En inderdaad, een enige kandidaat. Ik weet niet hoe het met u verging thuis, maar ik zat dus mee te schoppen, hoor. En mee te flipperen zo. Ik word zenuwachtig van zo'n spel, maar goed, het is een enig spel. Jij weet dat dit niet alleen de opdracht is, want een onderdeel van de opdracht is een aankondiging van een artiest. Dus Tedo, ga je gang. Oké. Okay. Goed, dames en heren, dan zijn we nu aangeland bij onze eerste artiest van vanavond. En dat is meteen maar een wereldster. Hij is een absolute topper in Zuidoost-Azië. Hij is een sensatie in Korea. Hij kwam gisteren voor de 7e keer in de Nederlandse top 40 binnen met zijn nieuwe plaat. Dames en heren, in NCRV's Showmasters, de meesterlijke showman. En zijn naam zult u aan mijn lippen kunnen lezen, Gerard Joling. Baby, read my lips.
Wat een geweldige nieuwe plaat van Gerard Joling. Wij zijn nu aanbeland bij het tweede spel en dat heet Showstift. Het is een tekenspel waarbij de kandidaten beurtelings spelleider en panelid zijn. En ze hebben daarbij de hulp van een secondant. En die ga ik eerst aan u voorstellen. De eerste secondant is een vrouw die een geweldige prestatie heeft geleverd in Seoul. En daar gaan we eerst naar kijken. Het is Knol! Het is Monique Knol! Ja, dat was van zilver. In ieder geval is het goud voor Monique Knol. En dat is een buitengewoon Monique Knol. De toejuichingen van het publiek. Op het hoogste trapje van het podium is gekomen. Zien we hier Anton Geesink. Stil van, hè? Ja, inderdaad. Maar je hoort het, we hebben vreselijk met je meegeleefd. We willen heel even in het kort horen, hoe was dat gevoel nou? Om daar te staan en dan deze gouden plak, want ze heeft het meegenomen. Ja, ja. Hij is behoorlijk zwaar, zo. Ja, het is goud. Ja, echt goud? Nee, dus niet een gouden laagje erop. Ja, ik heb er heel jaar voor gewerkt en ja, je hoopt het altijd wel. Maar je verwacht het niet, hoor, dat je goud haalt. Maar besef je het nu? Nu wel. Nu wel, hè? Onder alle mensen, ja, dat is echt fantastisch. Heerlijk gevoel. Nou, ik ben blij dat je er bent, Monique. En neem plaatsen vast. Goed. De volgende secondant is Nico Haak. Ja. Nico, wij kennen jou van heel veel hits. Ja. En maar voor mij is de grootste hit, Foxy Foxtrot. Foxy Foxtrot, ja. Dat is zo, hè? Ja, dat is voor het Nederlands en Vlaanderen is dat mijn grootste hit. Maar je hebt hem toch ook in het Duits opgenomen? Dat ja, heette toen toch... Schmiedchen... Schmiedchen Schleicher. Ja, Schmiedchen Schleicher. Schleicher? Ja, Schmiedchen Schleicher. Schmitter Sluiper. Juist. Ja. Nou, ging, ja. Je kraakt hem er nog uit. Nog steeds, ik heb hem zo vaak moeten zingen, maar het was heel leuk die tijd in ieder geval. Was heel leuk. Wij zijn heel blij dat je er bent. Ik ook. Zou jij plaats willen? Ja, doe ik. Ja, doe ik. En dan de derde secondant van vanavond is Willeke van Amelrooy. Hallo Willeke. Hi. Jij vertelde me net tijdens de repetitie, ik ben tot 3 uur doorgegaan. Waar was je mee bezig dat het zo laat is geworden? Ik heb 2 nachten gewerkt voor een nieuwe Duitse televisieserie. Dus die zal over een jaar ook wel in Nederland komen, denk ik. Als actrice of achter de camera? Dit keer als actrice. Dat was ook weer heel leuk. Maar het komt dus op de Nederlandse televisie, uiteindelijk. Of in de film. Nou ja, we kunnen het gewoon allemaal Duitsland ontvangen. Ja, zeker. Oh, dus dat... Zo laat werken, tot 3 uur. Nou ja, het waren gewoon nachtopnames, hè? Ja. Dus dat, nou, ik ben blij dat je er bent. Ja, oké, dank je. Oké, nou, jij blijft hier staan. Ja. Want ik moet je even het spel uitleggen. Niet alleen voor jullie, maar ook voor de dames en heren thuis. Het is een tekenspel, zoals ik al zei. En het is heel, heel leuk. Ik heb hier kaartjes. En daar staan gezegden en spreekwoorden op. Je kan het thuis spelen, bij wijze van spreken. Ik geef zo dadelijk die kaartjes aan Rolf, want die begint. Dat deed ik even met de microfoon. En die laat dat dan zo zien, zonder iets te zeggen aan Willeke in dit geval. En Willeke moet als de wiedeweerga heel snel gaan tekenen. En het panel moet het dan zo snel mogelijk gaan raden. Want ieder goed antwoord geeft 100 gulden. En ze spelen niet voor zichzelf, want het geld dat de NCV beschikbaar stelt gaat naar de zeehondjes in Pieterburen. Ze hebben slechts 1,5 minuut. Dat is niet veel, dus je moet snel raden en je moet goed kunnen tekenen. Kijk even naar Willeke. Oké, nou, de jury, dat is natuurlijk heel belangrijk, die kijkt naar een aantal facetten. De kandidaat als spelleider, dus hoe ze presenteren, hoe ze een interview houden, hoe ze de score bijhouden. En een keer als panelid. Want u weet dat als geen ander, en wij zien hier de voorbeelden van, als je bekend bent of beroemd, dan word je regelmatig in panels gevraagd. En dan moet je ook leuk zitten te wezen. Of misschien ben je wel te leuk en dan is het weer niet leuk. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja. Daar kijken ze dus allemaal naar. Ja. Rolf, mag ik jou als eerste verzoeken?
Dan geef ik jou de kaartjes. Doe ik even mijn jasje dicht? Dat zou ik maar doen als ik jou was. Dank je wel. Succes. En Willeke, teken ze. Ja. Dag, dames en heren thuis. Welkom bij Showstif allemaal. Willeke, jij bent mijn gast. Dat vind ik ontzettend leuk. Want ik moet je eerlijk bekennen, ik ben jarenlang verliefd op je geweest. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. schrik niet. Wij kennen jou natuurlijk allemaal als actrice. Je speelde in films als De Lift en Op Hoop van Zegen. Maar wat niet iedereen zal weten, is dat je ook regisseuse bent. Dat klopt, hè? Ja, de laatste 10 jaar heb ik zo'n 10 korte films gemaakt. Speelfilms en documentaires, ja. En je bent nu met een nieuwe film bezig. Dat heb ik mij laten vertellen. Dat wordt de grote speelfilm, ja. Ja. Heel leuk dat je mee gaat spelen. Ga alvast daar klaarstaan. Ja. Daar is de stift. Ik draai even dit ding voor je weg. Ja. Is het de bedoeling dat je steeds even doordraait als je getekend hebt, zodat iedereen het kan zien. Panel, ook welkom. Je zit al op het puntje van de stoel. Ik moet even één ding uitleggen. Ik ben de spelleider, heb ik net van Sandra gehoord. En het is de bedoeling dat jullie naar mij iets toeroepen. Ik moet horen of het goed is. Ja, dan hoef ik er daar niet op te letten. Wij zijn de man. Oké, jij bent klaar. Ja. De tijd start nu. De eerste. Ja, goed, maar het staat al. Zie je wel. Wie het laatst lag, lag het best. Lolly! Nee. Dikke buik. Dikke buik. Iemand op schoot leggen. In de schoot. Kom op. Hoofd in de schoot leggen. Nummer 1. Pas dat. Ja, is goed. Nummer 2. Ja, leuk. Een roos. Een gezicht. Ja, een roos. Hou die roos maar vast. Roos. Ja, roze geur en maneschijn. Heel goed. Jij hoort het eerder dan ik. Nummer 3. Dit is wel iets wat wij vanavond niet gaan doen. Kat, toch? Meneer Haak, zat hij ook in? In een wc-bril. Een vogeltje. Nee, het wordt niet zo heet gegeten. Nee, allemaal vieze dingen vallen in het bord. Vieze dingen vallen in het eten. Vieze dingen? Vliegen. Jammer. Nee, we gaan door. Ander woord. Is niet goed. Roet in het eten gooien. De volgende. Ja. Vieze dingen. Een punt. Kom op, roepen weer jongens, het kan veel sneller. Huis. Het ligt niet onwillig, het steekt heel goed. Hoge huizen vangen veel wind. Nee. Kleine potjes hebben grote oren. Nee, niet de kleine potjes hebben oren, maar de... Wat voor etiketen dat hij zwart ziet? Dat heeft een bord. Kom op jongens. Eén oor in ander oor. Wat is dit? Het zijn allemaal stenen. Vier kantjes. Nee, de huis met oren. Nee, de muren hebben oren. De muren hebben oren. Dat ging heel erg goed. Het lag absoluut niet aan jou. Dat panel moet nog een beetje wakker worden, geloof ik. We hebben de 4 gehad. Daarvan waren er slechts 2 goed. Deze 4 werd ook niet geraden. Dat zijn 200 punten voor Pieter Buren. Als de zeehondjes kijken, daar zijn ze vast blij mee. Rolf, ik moet je corrigeren, want het panel heeft 300 gulden opgehaald. Hoe vind je die? Oh, daar kwam die 100 gulden van daarnet bij. Nou, misschien wel. Inderdaad. Nou, ik heb even gisteren, neem me niet kwalijk. Zouden jullie plaats willen nemen? Hartelijk bedankt. En Margot en Nico, kom naar voren. Dat hebben we nodig. Nico, ik geef jou de stift. Ja. Ik geef jou de kaartjes. Ja. Veel succes. Dankjewel. Okay. Jij ook. Ja. Nico, welkom. Ja, hallo. Vind je het leuk om mee te doen? Ik vind het heel leuk om te doen. Ik ben enkel niet zo held in het tekenen, hè? Nou ja, maar ik doe mijn uiterste best. Dat wil ik het tenslotte ook niet, dus dat is geen probleem. We maken dat we zoveel geld mogelijk binnenhalen voor Pieter Buren. Ja, dat doen we. Ja. Zeg Nico, ik heb laatst iets heel leuks gehoord. En dat is? Uit vertrouwelijke bron. Jij hebt pas geleden in een show van Robert Paul de Zingende Zaag bespeeld. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Daar heb je heel lang op geoefend, of niet? Nee, dat ging eigenlijk heel... Want het is heel moeilijk. Nee, dat viel mee. Het is, ik heb het eigenlijk geleerd van... Van Mini en Maxi, dus van de kleine, van Kareltje. Ja. Wat zegt u? Kareltje Huppel de pup. Maar dat was de zaag tussen je benen doen en daar de stok overheen. En dat ging fantastisch, dat ging gelijk vibreren klaar. Ik vond het heel leuk om te horen. Ik vond het nooit heel verwacht leuk. Van jou. Zeg maar, we gaan beginnen. Ik ben klaar. Panel, zijn jullie klaar? Jullie weten wat de bedoeling is. Ja. Hier komt het eerste gezegde. De hond in de... Ja. Je mag niks zeggen. Nee, je mag niks zeggen. Nee. Heeft dat is een man. Ga dan door. Dat is tekenen. Kleine kopjes hebben grote oren. Wat is dit nou? Hond in de pot. Ja, jongens, de hond in de pot. 100 punten voor Pieter Buren. Niet voor de volgende. Doordraaien. Doordraaien. Geef een stiel aan dat wiel. Kom op. Wat lees ik? Kom nou.
twee keer laten zien voor Nico. Een schoen. Een laars. Een heel. Een heel likken. Niet zonder. Ja, heel likken. Ja, heel likken. Wat goed. Heel likken. Zoals het klokje thuis tikt, tikt een nergens. Een hartje. Een hart onder de riem zeker. Ja, ik heb het gehoord. Zo'n klein hartje hebben. 300 punten voor Piet. Nico, ga door in de tijd. Wat is het? Ja, ik kom dadelijk even vegen met een doekje. Nou even tekenen. Een boot, een klomp, een roeien met de riemen die je hebt. Roeien met de riemen, vlaggenen. Ja, hij is goed. Ja, niet zeggen. Een hond. Een schaap. Een zwarte schaap. Schaap is op het droge. Een schaap met vijf poten. Het kan mij helpen. Schaap met vijf poten. Een koe. Een koe. Ga door op die koe, ja. Het is een koe. We mogen een beetje helpen. Een koe. Het waard is een koe. Koeienstaart. Kom op, ga door op die koe, jongens. Water. Is goed. Hebben we nog tijd? Hebben we nog tijd? We gaan verder. Jongens, 500 punten. Nico. Ik vond het heel erg meevallen hoor, met dat tekentalent van jou. We hebben prima gescoord. Ja, 500 punten, dat betekent 500 gulden voor Piet de Buren. Leni, als je kijkt, ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, prima. Nico, oké. Bedankt voor je medewerking. Benno, bedankt. Heel goed. Laten we gaan wisselen. Dankjewel Nico en Margot en Tedo en Monique. Komen jullie hier naartoe? Want dan gaan jullie hetzelfde doen. Ik geef jou de kaarten, heel even stiekem zo. Je hebt niet stiekem gekeken? Nee, ik niet. Oh nee, ik durf niet. Succes, hè? Ja, dankjewel. En jij ook. Ja, dankjewel. Monique, onze Nederlandse atleten die vallen nogal in de smaak bij Duitse tennissterren. Heb je al een huwelijksaanzoek van Boris Becker gehad? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet? Nee. Die zou je ook niet accepteren? Ik heb een eigen vriend, dus. Oh, je hebt een eigen vriend. Oh, heren, helaas, ze heeft al een vriend. Oké. Nou goed, een spel waar je het van de tijd moet hebben, kan je natuurlijk niemand beter hebben dan de snelste vrouw van Nederland, althans op de weg. Pak de stift. Het bord is schoon. Ik ben wel eens driftig. En ja, dan gaat die fiets wel eens de lucht in, zo. En die komt dan gewoon een beetje ongelukkig neer. Ja, en dan spetteren de radertjes alle kanten op. Goed. Jullie zijn gewaarschuwd, dus heel sterk. Alleen met fietsen. Alleen met fietsen, oké. Nou goed, een spel waar je het van de tijd moet hebben, kan je natuurlijk niemand beter hebben dan de snelste vrouw van Nederland, althans op de weg. Pak de stift. Het bord is schoon. Als je er klaar voor bent, Monique, panel klaar. Het eerste onderwerp. Ja, is gelijk een lastige. Een boom. Van een bibs. Een bibs. Moet ze blauw op de blaren zitten. Nee, het is niet de bibs, maar het is meer de... Ja. Wat een lekker kontje. Ja. Ja, het is goed. Hou vast, hou vast. Hou vast, vast, de Rolf. Iemand op de heup. Ja. Nee. Hoe noem je dat nou? Als je dat een beetje... Op de heupen hebben. Ja. Goed. Volgende onderwerp. Op de heupen. Ja. Op de heupen. Op de heupen. Een klokje. Ik hoor hem wel. Ja? Zoals de lamp thuis brandt. Nee. In de lamp. Hoe noem je dat nou? Hoe noem je dat nou? Als je dat... De zon. Als ik nou zo... De lamp hangt scheef. Tegen de lamp. Ja. Bingo. De 200. Tegen de lamp lopen. Ja, ik ook. Ja, ze zijn niet makkelijk hoor, voor me. Nee. Tegen de wijze van een klok in. Klap, middernacht. Hoe noem je dat nou? Ja. Klepel hoor ik daar zelfs. De klok hoor ik alleen maar niet weten waar ik klepel. Heel goed, dat is de derde alweer en zo. Snel voor de volgende, probeer het. Tijd loopt. Kleine kindjes hebben grote oren. Nee, het is een kind met het badwater weggooien. Ja, dat is een mooie. Wat was het? Het was het kind van de rekening. Het badwater was toch niet. Het kind van de rekening. Goed, nou dat wil dus zeggen dat wij 300 gulden bij elkaar hebben getekend voor Piet de Buren. Totaal dacht ik 1000, maar daar wil ik van afwezen. Hartelijk bedankt, het ging toch zo snel. Ik zou je bijna even door willen sturen naar de dopingcontrole, Monique. Want het maakt toch een hele positieve indruk. Maar goed. Dankjewel. Heel goed gedaan. Dankjewel, Monique. Ja hoor, geef maar aan mij terug. Dankjewel, Tedo. Nou, de totaalstand is inmiddels
1200 gulden. Dus Pieter Buren zal er heel blij mee zijn. Nogmaals, Monique, hartelijk bedankt. Willeke, Nico, heel leuk dat jullie erbij waren om dit spel te spelen. En wij gaan over naar de jury. Ja, dat was wel lachen, hè? Dat heel leuk wat ze eigenlijk alle drie deden. Ik vond dat ze ook weinig voor elkaar onderdeden. Ik praat weer even voor allemaal hier, dames en heren. Maar ze waren goed, Rolf, heel goed, slagvaardig ook, kwinkslaan zo af en toe. Van Margot vond ik het heel sterk dat ze die score zo goed bijhield, dat spel eigenlijk heel goed in de gaten hield. En dan, ja, Tedo ook aan het eind hele goede vragen. Het spel goed leidend en af en toe ook de gaatjes opvullend die er altijd kunnen vallen in zo'n spel. We hebben er met heel veel plezier naar gekeken, als ook natuurlijk naar het panel. Maar dat is misschien een van de dames en heren die nog wat aan toe willen voegen. Nou. Ik, met alles wat je hebt gezegd ben ik in toegestemd. Maar ik denk dat speciaal, moet ik zeggen, aan Rolf. Ik vind hem als een gameshow host, als een spelhost, ja. Goed in controle. Hij was echt in controle. Met humor en heel duidelijk ook. En ook dit tempo, wat hij heeft zo een tempo ingezet voor de spelers. Dus ik vind... Ralf, heel goed als gameshow-host. Oké, dankjewel, Mike. Zouden jullie dan de punten willen intikken? Voor dit onderdeel Showstift krijgt Tedo van Henk 6 punten, van Corine 7 punten, van Mike 7 punten en van Pim 8 punten. En dat geeft een ronde totaal van 28 punten. Rolf kreeg van Henk 7 punten, van Corine 8 punten, van Mike 9 punten. Zo, en van Pim 8 punten geeft de ronde totaal van 32 punten. Margot kreeg van Henk 8 punten. Corine gaf 8 punten, Mike gaf 7 punten en Pim gaf haar 8 punten. In totaal 31 punten. Dat betekent dat Rolf in deze ronde gewonnen heeft, maar we moeten nog even kijken naar het totaal. Het totaal wordt dan voor Tedo 56 punten, voor Rolf 61 punten en voor Margot 60 punten. Dat betekent nog steeds inderdaad dat Rolf op dit moment leidt. Ik begrijp dat u enthousiast bent, maar dat kon nog van alles gebeuren. De jury heeft inmiddels de punten gegeven voor dit onderdeel. Voor het volgende onderdeel kunnen ze het nog niet geven. Dat heb ik u net verteld. Want dat gebeurt pas nadat de derde kandidaat het spel heeft gespeeld. We gaan naar de tweede ronde van Superflip. Uw presentator Rolf Wouters. Dag dames en heren thuis, welkom bij alweer de tweede aflevering van het spelletje Superflip. Het spel dat wij gaan spelen met de hier verticaal afgebeelde flipperkast die in het echt natuurlijk horizontaal staat. Want zo zouden de ballen al snel naar beneden storten, dat is niet echt eerlijk. Als het goed is heb ik ook al een eerste of mijn kandidaat aan de telefoon. Goedenavond met Rolf Wouters van Superflip. Hallo, met Jacqueline Blekker. Dag Jacqueline, mag ik dat zeggen? Ja hoor. Ja, gelukkig. Ga je gang. Jacqueline, waar kom jij vandaan? Want ik wil eerst altijd eventjes wat weten. Ik kom uit Rotterdam, maar momenteel zit ik bij mijn ouders in Oud-Beijerland. In Oud-Beijerland, maar dat ligt vlak onder Rotterdam, hè, als het goed is. Ja, dat ligt vlakbij daar. Ik ben benieuwd waarom jij je hebt aangemeld. Ja, nou, ik heb me aangemeld omdat ik toen ik 16 was ik heel erg verliefd op een jongen. Ja. En die stond altijd te flipperen. En toen ben ik dus dat ook maar gaan doen. Maar tussen die jongen is nooit wat geworden. Ja. Maar flipperen kon ik wel heel goed ondertussen. Aha, dus jij bent heel goed in flipperen. Nou, dan gaan we zo meteen beginnen. Ik ga je eerst vertellen wat er allemaal te verdienen valt, want het is wel zo interessant natuurlijk. En jij kunt de volgende prijzen winnen. Tot 20.000 punten krijgen deze miniatuur jukebox. Er zitten geen mini-plaatjes in, maar wel een radio. En tot 40.000 punten maak je kans op deze Walkman met auto-reverse systeem. Dat betekent dat een half uur bandje urenlang kan spelen. Kom je tot 60.000 punten, dan krijg je de eerste prijs en dat is deze radio cassette recorder. En die is waterbestendig, dus handig voor op het strand deze winter. En kom je daar bovenuit, dan maak je kans op de extra prijs, deze super flipperkast. En die gaat naar degene die de hoogste score behaalt over alle 8 shows. Nou, Jacqueline, dat lijkt mij allemaal heel interessant.
Ik neem aan dat we gewoon opgaan voor die super flipperkast maar. Dus ja. We gaan die 60.000 punten voorbij. Je krijgt 3 ballen. Alleen wil je even 3 keer flip roepen, want dan zien we of het apparaat eigenlijk wel werkt. Want ik ben heel benieuwd. Flip. 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 Hij doet het. Wat leuk. zie je trouwens hier linksboven? Ja. Daar zit ook een klein flippertje en die kun je gebruiken. Ja. Nou, jij zit stevig in je stoel. Jacqueline. Wat? Hallo. Je zit stevig in je stoel? Ja, ik zit stevig in mijn stoel. Dan gaan we nu beginnen met de eerste bal. Oké. Okay. Hij is bovenin. Ja. Hou hem in het spel. Flip. Heel goed. Flip. Hou hem erin. Flip. Ah, dat gaat heel goed zo. Kijk, hup, daar komen de punten erbij. 12, 18, hup. Ja hoor, die kleine jukebox die kunnen we hier houden. Flip. 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 Ja. Flip. Flip. Je bent echt heel goed. Flip. Flip. Ik ga ondertussen even weg als je het niet erg vindt. Oh, jammer. Hij is eruit. Maar je hebt nog een tweede bal. Heel leuk. Ga je het nog een keer doen? Waarom doe je dat nou? Ja, dat weet ik niet. Dat is ook zonde. Nou, we hebben die derde bal en je staat op 40.000 punten, dus 20.000 erbij. En je gaat op voor die superhoofdprijs. Ja? Ja. De derde bal. Ja, dat zijn die hoge punten, hè, daarboven. Flip. Ja. Flip. Ik ga er even ontspannen bij staan, want het gaat best weer lekker. Flip. Oh. Ik hoop niet dat ik je afleid steeds. Net te laat, ja. Maar het is een hele goede score. Je hebt 49.600 punten. Dat betekent dat jij de radio cassette recorder thuis krijgt. En dat is de eerste prijs. Ik hoop dat je er blij mee bent. Ja. Jacqueline, ben je er nog? Ja. Je kreeg zelfs een applausje van het publiek. Van mij ook gefeliciteerd en graag tot de volgende keer. Oké, bedankt. Dag. Dag. Heel goed, Rolf. Ja, maar ik had een fantastische kandidaat. Ja, het enige, weet je wat ze eigenlijk had moeten doen? Je had eigenlijk moeten zingen. Flip moeten zingen gewoon. Dan had het volgens mij nog beter gegaan. Maar dit ging al goed, hè? Dit was fantastisch. Ja. Ook voor jou geldt niet alleen Superflip, maar ook een aankondiging. En we hebben hele fantastische artiesten. Maar dat kan jij beter nu doen. Oké, graag. Ga je gaan. Ja, dames en heren, ik hoop dat u thuis stevig in de stoel zit. Want we krijgen nu iets heel spectaculairs. Een act gebracht door 3 jongleurs die al sinds hun 18e jaar samen optreden. Ze reizen de hele wereld over, zijn in Canada geweest, Zuid-Amerika, Japan, noem maar op. We hebben ze bij wijze van spreken op één van de verre reizen weten te onderscheppen. Daarom zijn ze nu hier in NCRV Showmasters. Graag uw aandacht voor Jonathan Held, Kezia Tennenbaum en Peter Davison, oftewel Air Jazz.
knap, hè? Dat was Air Jazz. En nu alweer de volgende opdracht en dat is de reclamespot. Als je beroemd bent, dan krijg je regelmatig aanbiedingen om reclamespotjes te maken. Nou, ik heb dat dus tot nu toe niet gekregen. Dat is geen sollicitatie. Maar Pim, jij bent daar wel mee bekend, hè? Een beetje. Af en toe. Ja. Nou, het is een moeilijke opdracht. Want je moet in een hele korte tijd een hele hoop informatie kwijt van één onderwerp, één product. Nou, wij hebben het de kandidaten nog moeilijker gemaakt. Want we hebben ze een thema gegeven en gezegd, maak daar nou eens een eigen tekst op. Maar een beetje met een knipoog. En dat hebben ze gedaan. Daar zijn we uiteraard reuze benieuwd naar. En het thema van deze week is een hele bijzondere yoghurt. Spekken of krielkip, zo noemden ze mij vroeger. Nou, die tijd is over hoor. Dankzij Fatso yoghurtdrink ben ik nou lekker flink. Met Fatso aardbei of banaan vliegen de kilo's eraan. Ja, dus ben jij ook te dun? Doe dan net als ik en drink je gezellig Fatso dik. Oh ja, bijna vergeten. Het is nog hartstikke lekker ook. Dat was heel leuk, inderdaad met een knipoog. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat Tedo van dit thema gemaakt heeft. Goedenavond. Mijn naam is Berend Lubbers, geen familie. En ik ben president-directeur van Fatso International BV. Wie vandaag de dag wil meetellen, moet dik zijn. Immers, het gaat erom om op gezette tijden zoveel mogelijk gewicht in de schaal te kunnen leggen. Hoe dikker u bent, hoe minder ze om u heen kunnen. En daarom hebben wij van Fatso International BV een yoghurt ontwikkeld waar je werkelijk moddervet van wordt. Zo bijvoorbeeld zag Henk uit Groningen er vroeger uit. Niemand zag hem voor vol aan. Maar nu hij Fatso heeft ontdekt, ziet hij er nu zo uit. Een zwaar gewicht die zelfs mee mocht naar de Olympische Spelen. En ook bij zijn terugkeer op Schiphol zei iedereen dat hij goed was aangekomen. Kortom, bent u een magere mislukkeling? Dankzij yoghurt van Fatso International BV komt u dik voor elkaar. Wat ik nou zo knap vond was BV. Ik kan het niet eens. BV, met die wenkbrauwen. Ja, wat moet je dan nog maken? Want het moet nog een keer, hè? Door Rolf. Ik ben benieuwd wat Rolf ervan gemaakt heeft, van dit thema. Ja, ik wou het eens even met u hebben over dik zijn. Feit is dat dikke, gezette mensen gezellig overkomen en veel vertrouwen uitstralen. En juist voor mij als tv-presentator, maar zeker ook voor u, zijn dat belangrijke voorwaarden voor succes. Dik zijn is dus oké. Eet daarom eens Fatso yoghurt. Dat is een lekker, snel dikmakertje met 10 keer zoveel calorieën als gewone yoghurt. De jongens van Fatso krijgen gewoon 10 keer zoveel gewone yoghurt in dit ene pakje Fatso. En dat willen we aanzetten. Fatso yoghurt, na 1 hap, zegt je broek al knap. Iedereen zo lang klapte, dan konden we tenminste even uitlachen. Dat was een fantastisch idee natuurlijk, wat Rolf daar weer had bedacht. En ik denk dat het voor alle drie toch ook wel heel belangrijk is dat ze al die ideeën zelf hebben ingebracht. Wat natuurlijk gewoon bij reclamebureaus er allemaal aparte mensen wordt gedaan, hebben ze hier allemaal gedaan. Creativiteit is bij alle drie heel erg hoog, maar ik moest verschrikkelijk lachen bij de laatste. Nou, ik denk voor de rest, Corine, dat jij wat wil zeggen. Ja, het was inderdaad enig, maar het is natuurlijk ook heel slim van hem geweest, hè? Want het is een makkelijke lach in de onderbroek. Maar wat ik vooral wilde zeggen, vind ik dat Margot het heel goed aangepakt heeft, haar commercial.
ondanks het onzinnige onderwerp, moest ik er toch aan denken van, ik hou zo van die drank. En iedere keer als ik hem uit de kast pak, dan denk ik aan dat vreselijke dikke mens. En dat blijft me dan bij. Theo is heel serieus. Van hem zou ik een verzekering willen kopen, maar geen yoghurt. En nou ja, de onderbroekklapper was natuurlijk fantastisch. Nou jury, dan zou ik graag de punten van jullie willen hebben. Ja, dat kan. Voor de reclamespot kreeg Theo van Henk 7 punten. Corine gaf hem 7 punten. Mike 8 punten en Pim 7 punten. En dat geeft een ronde totaal van 29 punten. Rolf kreeg van Henk 6 punten. Ah, van Corine 8 punten. Van Mike 8 punten. En van Pim 9 punten. En een ronde totaal van 31 punten. Margot kreeg van Henk 7 punten. Van Corine 9 punten. Van Mike 8 punten en van Pim 7 punten. En dat geeft een ronde totaal van 31 punten. En dan gaan we even kijken naar de totaalscore. En dan zien we dat Theo 85 punten heeft, Rolf 92 en Margot 91. Oeh, dat scheelt er maar één puntje om. En we gaan snel door met de derde ronde van Superflip. En uw presentatrice is Margot Veldman. Ja. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Superflip. En we zijn alweer toe aan de laatste en derde telefoonkandidaat van vanavond. En vergeten. Het is nog hartstikke lekker ook. Dat was heel leuk, inderdaad met de knipoog. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat Theo van dit thema gemaakt heeft. Goedenavond. Mijn naam is Berend Lubbers, geen familie. En ik ben president-directeur van VATSO International BV. Wie vandaag de dag wil meetellen, moet dik zijn. Immers, het gaat erom om op gezette tijden zoveel mogelijk gewicht in de schaal te kunnen leggen. Hoe dikker u bent, hoe minder ze om u heen kunnen. En daarom hebben wij van VATSO International BV een yoghurt ontwikkeld waar je werkelijk moddervet van wordt. Zo bijvoorbeeld zag Henk uit Groningen er vroeger uit. Niemand zag hem voor vol aan. Maar nu hij VATSO heeft ontdekt, ziet hij er nu zo uit. Een zwaar gewicht die zelfs mee mocht naar de Olympische Spelen. En ook bij zijn terugkeer op Schiphol zei iedereen dat hij goed was aangekomen. Kortom, bent u een magere mislukkeling? Dankzij yoghurt van VATSO International BV komt u dik voor elkaar. Wat ik nou zo knap vond was BV. Ik kan het niet eens, BV, met die wenkbrauwen. Ja, wat moet je dan nog maken? Want het moet nog een keer, hè? Door Rolf. Ik ben benieuwd wat Rolf ervan gemaakt heeft, van dit thema. Ja, ik wou het eens even met u hebben over dik zijn. Feit is dat dikke, gezette mensen gezellig overkomen en veel vertrouwen uitstralen. En juist voor mij als tv-presentator, maar zeker ook voor u, zijn dat belangrijke voorwaarden voor succes. Dik zijn is dus oké. Eet daarom eens VATSO yoghurt. Dat is een lekker, snel dikmakertje met 10 keer zoveel calorieën als gewone yoghurt. De jongens van VATSO krijgen gewoon 10 keer zoveel gewone yoghurt in dit ene pakje VATSO. En dat willen we aanzetten. VATSO yoghurt, na één hap, zegt je broek al knap.
Gelukkig. Ja, ja. Gelukkig dat iedereen zo lang klapte, dan konden we tenminste even uitlachen. Dat was een fantastisch idee natuurlijk, wat Rolf daar weer had bedacht. En ik denk dat het voor alle drie toch ook wel heel belangrijk is dat ze al die ideeën zelf hebben ingebracht. Wat natuurlijk gewoon bij reclamebureaus allemaal aparte mensen wordt gedaan, hebben ze hier allemaal gedaan. Creativiteit is bij alle drie heel erg hoog, maar ik moest verschrikkelijk lachen bij de laatste. Nou, ik denk voor de rest, Corine, dat jij wat wil zeggen. Ja, het was inderdaad enig, maar het is natuurlijk ook heel slim van hem geweest, hè? Want het is een makkelijke lach in de onderbroek. Maar wat ik vooral wilde zeggen, vind ik dat Margot het heel goed aangepakt heeft, haar commercial. Ondanks het onzinnige onderwerp, moest ik er toch aan denken van, ik hou zo van die drank en iedere keer als ik hem uit de kast pak, dan denk ik aan dat vreselijke dikke mens en dat blijft me dan bij. Theo is heel serieus. Van hem zou ik een verzekering willen kopen, maar geen yoghurt. En nou ja, de onderbroekklapper was natuurlijk fantastisch. Nou jury, dan zou ik graag de punten van jullie willen hebben. Ja, dat kan. Voor de reclamespot kreeg Theo van Henk 7 punten. Corine gaf hem 7 punten. Mike 8 punten en Pim 7 punten. En dat geeft een ronde totaal van 29 punten. Rolf kreeg van Henk 6 punten. Ah, van Corine 8 punten. Van Mike 8 punten. En van Pim 9 punten. En een ronde totaal van 31 punten. Margot kreeg van Henk 7 punten. Van Corine 9 punten. Van Mike 8 punten en van Pim 7 punten. En dat geeft een ronde totaal van 31 punten. En dan gaan we even kijken naar de totaalscore. En dan zien we dat Theo 85 punten heeft, Rolf 92 en Margot 91. Oeh, dat scheelt er maar één puntje om. En we gaan snel door met de derde ronde van Superflip. De presentatrice is Margot Veldman. Ja. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Superflip. En we zijn alweer toe aan de laatste en derde telefoonkandidaat van vanavond. En wie zou dat zijn? Ik ga eens even horen of er al iemand is. Hallo? 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 Ja, ik hoor u heel slecht. Oh, moet ik nog harder praten? Nou, zo gaat het al beter. Oké. Okay. Ja, daar is die. Prima. Ja. Zeg, met wie spreek ik? Met Ton Goes uit Utrecht. Met Ton Goes uit Utrecht. Ja. En in Utrecht, studeert u daar? Of werkt u daar? Ik werk. En ja. Ik werk op een sociale dienst. Ik ben maatschappelijk werk. En je bent maatschappelijk werker. Ja. Mag ik je tegen je zeggen? Ja hoor. Ja, oké, okay, leuk. Ik ben dezelfde leeftijd, denk ik. Ik ben Margot, Tom. Zeg, hoi. Jij hebt je opgegeven voor dit flipperspel of heeft iemand anders dat voor je gedaan? Nee, dat heb ik zelf gedaan. Heb je zelf? En de aanleiding ervan is iets wat 's nachts met mij tussen de lakens is gebeurd. Oh, vertel, ja. Vertel. Dat was namelijk een droom. Ik droomde dat ik voor de televisie zat en dat er een postbusnummer verscheen en dat ik erop kon reageren. Ja. En dat heb ik ook gedaan in mijn droom en ik werd uitgenodigd om naar de studio te komen. En daar moest ik dus allerlei spelletjes doen. Ja. En wat zeg je? Sorry, nee, je bent naar de studio gekomen om te oefenen waarschijnlijk. Ja, ja, want ja, je zit nu thuis als het goed is. Ja, ik zit nu thuis. Ja. Desalniettemin kan je toch hele leuke prijzen winnen. En dat ga ik je nu even vertellen. Okay. Tom? Ja. Van 0 tot 20.000 punten krijg je in ieder geval de derde prijs. Dat is een radio in de vorm van een miniatuur jukebox. Van 20 tot 40.000 punten win je deze fantastische Walkman met auto-reverse systeem. Dan van 40 tot 60.000 punten krijg je de eerste prijs. Een hele sportieve, gele zo te zien, radiocassette recorder. Leuk voor op het strand. En dan als extra prijs, als je boven de 60.000 punten scoort, kan je deze fantastische flipperkast winnen. Maar dan moet je wel de hoogste score hebben van alle zeven shows. Sorry. Goed, Tom. Mag ik vorig even een collega van mij waarschuwen? Gewoon niet zet het geluid van de televisie maar zachter. Ja, dat zou ik maar doen, ja. Ja, ja, nee, want de aanleiding daartoe is, zij had namelijk een cavia. Dat was echt de lust en de leven. Ja. Daar ging ze mee op en daar stond ze mee op en daar ging ze mee naar bed.
En die is dus vorige week overleden en zijn naam is Flip. Dus ik denk dat iedere keer als ik dat woord zeg, dat het echt een steek in de hart is. Ja, dat is vervelend voor haar. Nou ja, misschien als jij de flipperkast wint, kan je hem haar cadeau geven. Dat is misschien een leuke troost voor haar. Ja, maar Tom, het spijt me, we moeten met het spel gaan beginnen. Ik vond het hartstikke leuk om met je te praten. Okay. Maar we gaan nu beginnen. Als je 3 keer Flip wilt roepen, dan kunnen we even de flippers op de kast uittesten. Ja? Dus ben je bereid? Ja, ja. Doe maar even 3 keer Flip. Flip. Ja? Flip. Flip. Nou, dat werkt uitstekend, zou ik zo zeggen. Je krijgt zo meteen 3 ballen. Dus als jij er klaar voor bent, dan breng ik nu de eerste bal in het spel. Okay. Ja? Ja. Oké, eerste bal. En denk om hierboven, dan heb je ook een flipper nog, hè? Ja. Oh. Flip. Flip. Ja, dat gaat goed. Flip. Yes, yes. Dat is jammer. Dat was de eerste bal. Maar je hebt nog 2 ballen, dus nog alle kans. De tweede bal. Ja, 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 ja. Je hebt 20.000 punten al. Dat gaat de goede kant op. Je hebt in ieder geval de Walkman al binnen. Dus ik zal er niet te veel doorheen praten, want ik breng je volgens mij uit je concentratie. Maar je hebt nu nog 1 bal. De derde bal, zegt men, kan een geluksbal zijn. Dus hier komt die, Ton. Let op. Zal ik een beetje aan die kast schudden? Blijft hij er? Nee. Hey, jammer. Even kijken of er nog wat puntjes bij komen. Nee, ik geloof dat dit de score is. 33.010 punten. Nou, dat is toch niet mis. En je hebt in ieder geval de Walkman gewonnen. De Walkman met auto-reverse systeem. Tom, hartelijk gefeliciteerd daarmee. Ik hoop dat je er een beetje blij mee bent. Ja. En je vond het leuk om mee te spelen. Ja. Goed. En ik wil jou ook verder nog heel veel succes wensen. Hartstikke bedankt. Oké. Okay. Goed, Ton, nogmaals bedankt. Dames en heren, dit was Superflip. Volgende keer weer in NCRV Showmasters. Dat ging goed, hè? Maar ik dacht dat wij even groot waren. Nee. Wat gebeurt hier nu? Nee. Ah, ik zie het al. Een kistje. Dames en heren, dat is televisie. Waarom? Omdat zij op dezelfde hoogte als die linker flip moest staan. Want dat zag er leuk uit voor het beeld, vandaar. Ja, ga er maar af, want dat praat wat lekkerder. Zeg, maar voor jou geldt hetzelfde als voor die andere 2 kandidaten. Ja. Namelijk niet alleen de superflip spelen, maar ook een aankondiging. En we hebben geweldige artiesten. Ja. En aan jou om ze aan te kondigen. Ja, succes. Oké, dankjewel. Ja, dames en heren. Dan komt er nu een fantastische Engelse vocal theatergroep. Uit Engeland. 6 mensen, barstend vol talent. Ze kunnen dansen, zingen, acteren. Ze schrijven zelfs hun choreografieën en hun arrangementen zelf. Werkelijk prachtig. Ze gaan voor ons vanavond een heel mooi nummer zingen. En op 27 oktober aanstaande begint hun Nederlandse theatertournee. Vanavond hier bij ons in de studio voor u een voorproefje. Hier is Wall Street Crush. Oh,
see my shrink, I find I can't explain. My tongue dries up and my legs go weak. I find it hard to scream. So I thought it through, I know what to do. I've one thing left to say to you. Ik dacht Henk. Nou nee, ik hoef niet hoor. Het is inderdaad, het is door het programma heen. Misschien is het wel even leuk om dat voor de herinnering ook. Ik vind dus Tedo vind ik iets te handig, iets te correct. Verder vind ik Rolf, vind ik dus heel leuk. Ik vind hem een echte natuurlijke persoonlijkheid. Hij weet niet goed nog wat hij met zijn handen moet doen. Staat een beetje te veel mee over elkaar. Maar ik vind het, wat hij doet, heel leuk. En ik vind Margot, vind ik dus heel erg leuk. Ik vind ze heel natuurlijk. Ja, kom. Ik heb het gewoon, ja. Margot vind ik echt heel leuk. Zij twijfelt af en toe en dat komt menselijk over. Dat vind ik heerlijk als iemand even niet weet wat hij moet zeggen. Dat vind ik van Margot vind ik heel leuk. Heren en dames juryleden, mag ik het hierbij laten? Ja. Zijn lovende woorden voor jullie, maar we zouden het graag in punten uitgedrukt willen zien. En Tedo krijgt voor Superflip en de aankondiging een 6 van Henk, van Corine een 7, van Mike een 7 en van Pim een 7. En dat geeft hem een totaal van 27 punten. Rolf krijgt van Henk een 7, van Corine een 8, van Mike een 8 en van Pim ook een 8. En dat brengt hem op 31 in deze ronde. Margot krijgt van Henk een 8, van Corine een 8, van Mike een 6 en van Pim een 7. En dat brengt het totaal op 29. En dan gaan we kijken naar de totaalscore. En dan zien we dat Tedo 112 punten heeft, Rolf 123 en Margot 120. Oh, wat spannend! Spannend, spannend, maar we zijn er nog niet. We hebben nog een laatste ronde en dat is de specialiteitenronde. Nou, we hebben ze inmiddels, zoals Pim daarnet al zei, in diverse hoedanigheden gezien. En we moeten een totaalbeeld van ze krijgen. En dit is de specialiteitenronde waarin ze zich het lekkerst voelen. En ze hebben er keihard voor gewerkt. Dus we zijn uiteraard heel benieuwd wat ze daarvan brouwen. We beginnen uiteraard met de eerste kandidaat en dat is Tedo Keizer. Hij neemt ons mee naar de goede oude tijd. En in die tijd was de sneldichter Willy Alfredo een hele beroemdheid. En dat gaat Tedo nu ook doen. Het sneldichten. Het lijkt me ontzettend moeilijk, maar goed, hij wilde het zelf. Wij hebben hem in de wandelgangen inmiddels Tedo Alfredo genoemd. Hier is Tedo Keizer. Als langer na te denken speelt Steun de partituur. Van eine kleine nachtmuziek, dat duurt al gauw een uur. Er is een tijd voor alles, maar het is en blijft een feit. De mooiste tijd is altijd weer de actualiteit. De mooiste tijd is altijd weer de actualiteit. Goed, dames en heren.
Dames en heren, alles wat u een actuele onderwerp op het hart heeft, mag nu uit volle borst het toneel roepen. Ik zou bijna zeggen, roept u maar. Smallebroek. Smallebroek. Burgemeester Smallebroek bedoelt u, meneer? Beter een brede broek kunnen dragen, die meneer natuurlijk. Maar goed. Burgervader Faber en burgemeester Smallebroek, die gingen dus in Zwolle naar ontspanningen op zoek. Dat kan niet door de beugel, zei de gemeenteraad heel stipt. Het spijt ons, burgemeester, u wordt ook door ons gewipt. Het volgende onderwerp gaat, dames en heren. De visserij. Ja. De Vlissingse vissers die kennen echt geen angst. Ze gingen ondanks het verbod toch op kabeljauw en vangst. Helaas, maar aan de kade wachtte hen een droevig lot. Zij vingen dus in plaats van kabeljauw alleen maar bot. Ik moet er even bij zeggen, dames en heren. De choreografie is van Barry Stevens. Het volgende onderwerp graag, dames en heren. Bush. Pit Bush? Pitboel. Je hoort op die honden, ook hier uit het publiek, toch steeds van alle kanten bijzonder veel kritiek. Maar de agressie van die bazen, die vind ik ongezond. Voor mij zijn al die pitbulls zelf de gebeten hond. Het volgende onderwerp graag, dames en heren. De binnenclub. Wat een rommeltje hier, dames en heren. Er is voor Club Veronica geen enkel huisje heilig. Ze tonen ons pin-ups en ze leren ons vrij veilig. Dat werkt toch wel fantastisch preventief, zei mijn vriendin. Elke dag zo'n laat programma en dan heb je nooit meer zin. Nou. Bush, George Bush. Ik zag dus het debat en ik vind die Mike Dukakis, dat is een kandidaat waaraan kraak nog smaak is. Het zal mij niet verbazen wanneer het niet lang duurt voordat hij door de kiezers het Bush wordt ingestuurd. Ja. Helaas, er komt een einde aan, hoezeer me dat ook spijt, want het werd door Tony Eijk toch prachtig begeleid. De vorm als u herkende het, van Wijlen Wil Alfredo, voor u geschreven en gebracht door Jor Sincerely Tedo. Wat is dit knap, zeg. Maar ik mag de jury niet beïnvloeden. Wij willen graag een kort commentaar van Pim graag. Ik geef een kort commentaar dan en ik wou dat alleen op de muziek doen, want wat ik het knappe hiervan vind is dat je natuurlijk moet denken bij die tekst, wat is nou weer het onderwerp, en dat je dan, hoe voortreffelijk de heer Eijker het ook begeleidt, steeds weer op tijd weet in te vallen. Dus ik vind dat een compliment apart, tekent de muzikaliteit van deze kandidaat heel erg goed. Nog geen punten van de jury, want we gaan kijken naar Rolf. Rolf heeft iets heel anders. En dat is een conferentie zelf geschreven over het thema dat alles te maken heeft met dit programma. Dank u wel. Dank u wel, dames en heren. Dag mensen thuis ook. Ja, ik kan me zo voorstellen, u zit vanavond te kijken, u ziet mij regelmatig over het scherm denderen. Dat u denkt van, nou, dat presentator worden, als hij het kan, kan ik het ook. Nou, dames en heren, dat kan u ook. En ik wil er zelfs heel graag bij helpen. En het is echt vreselijk toevallig, ik heb pas over dit onderwerp een boek geschreven, getiteld Hoe word ik presentator? Heel grappig, ik heb het zelf gelezen, daarom sta ik nu hier. Het is zo'n 70 pagina's dik, gaat op alle onderwerpen in. En kost slechts 25 gulden en is te verkrijgen bij de NCRV. Hoe kan het ook anders? Vanavond komt een telefoonnummer. Maar goed, het is een beetje feestavond vanavond. Dus ik dacht, hè, de eerste uitzending, ik moet een paar gratis tipjes weggeven. Waarom krijg ik de microfoon niet los? Geweldig.
Ja, ik geef gewoon een paar gratis tips weg. Ik bedoel, dat is helemaal niet erg. Het boek is dik genoeg. En een eerste tip voor aankomend showmasters is ook, als u opkomt, loop dan gezellig zo met de camera mee, heel ontspannen. En u loopt dan gewoon naar het streepje wat op de grond staat waar u moet stoppen. Trouwens, over het microfoongebruik, daar wil ik ook wat over zeggen. Hou de microfoon altijd bij uw mond op de momenten dat dat nodig is. Want u ziet hoe dat werkt. Maar u kunt het eigenlijk meteen vergeten, want deze microfoons gebruiken we niet zo vaak meer. We hebben tegenwoordig allemaal van die zendertjes in onze jassen. En dat is heel handig. Dit ijsje kan dus eigenlijk verdwijnen. Trek in ieder geval ook altijd dus een jasje aan. En trek het ook nooit meer uit. In ieder geval niet tijdens uw optreden. Want ten eerste zou u wel eens uw zendermicrofoon kunnen weggooien, die in het jasje zit. Maar ten tweede bestaat een mens voor 70, 80 of 90% uit water. En het hoeft niet iedereen te zien. Want reken maar dat u het warm krijgt hieronder, hoor. Dat kan ik u verzekeren. Nou, voor de rest stel ik mij ook voor van dat u altijd een beetje lacht. Dat is heel erg spontaan. En daarnaast moet u heel veel namen gebruiken van bekende Nederlanders. Hilversum of heel Aalsmeer moet voor u thuis gewoon één grote familie worden. Zo is Wim Bosboom een van mijn allerbeste vrienden. En ken ik Willeke van Ammerooi al jaren. Alleen leest u dan, als u dat ook doet, wel goed de weekblaadjes. Want als u zegt, ja dames en heren, Jan Lenvrink en zijn vrouw zijn hele goede kennissen van me, dan valt u dus heel snel door de mand. Ja, het is verder echt een schitterend boek. Echt geweldig. Ik heb het al gezegd, 210 pagina's dik. En wat is 90 gulden? Daar gaat trouwens nog 20 gulden af voor NCRV-leden. Dat mag voor zich spreken. Ja, een volgende tipje is eigenlijk, gaat over het camerabewustzijn. Vergeet nooit, de camera staat altijd aan. Laat u dus nooit op dit soort momenten betrappen. Maar u kunt zelf zien of de camera loopt, want dan brandt er een rood lampje. En dat kan ik wel vertellen, maar ik kan het u beter even laten zien. Daar is de regisseur niet blij mee dat ik natuurlijk helemaal hier kom. Sorry. Dit is nou zo'n tv-camera en dat is een cameraman, geloof ik. Ja, het is ook niet toevallig dat we ze samen aantreffen natuurlijk hier. En dit is nou dat rode lampje waar ik het over heb. En dat brandt dus nu... Dat brandt niet, Ruud. Hallo? Oh, dat brandt nu daar, natuurlijk, want u kijkt zo naar mij weer. Ja. Ja, want als dit lampje aan moet, dan ziet u dit. En dan mist u mij natuurlijk even. Dat is op zich niet zo erg, maar voor het vervolg van het verhaal wel lastig. Ruud, volgens mij is jouw lens beslagen. Kan dat? Is deze camera voor de pin-up club inderdaad gebruikt? Theo zong er net al over, maar... Ja, inderdaad. Dat gaat al een stuk beter. Voor de rest is het altijd heel verstandig om goede vrienden te blijven met die cameraman, in dit geval Ruud. Want die kan van alles met u doen. En dat wilt u niet. Hallo? Dat willen de mensen niet. Dat is helemaal niet prettig, hoor. Hallo? Dat is helemaal niet... Ja, heel fijn. He, als het nog even door kan, erg graag. Nou, het is, ik ben alweer bij het laatste punt van mijn boek. Zoals gezegd, 330 pagina's en dat voor 150 gulden is niets. Daar gaat die 5 gulden voor NCRV-leden dan vooraf. Ik bedoel, dat ik dat wel even... Hallo? Ja, sorry hoor. Ik ben bijna aan het eind, maar ik wou het wel graag even afmaken, hè? We gaan zo dadelijk eten, ja? Goed, dames en heren, kom ik bij de afsluiting. Hoe doet u dat? Ik zou zeggen, hou het altijd kort en krachtig. Klets niet te veel een eind weg. En word niet nerveus als de camera nog even een paar seconden op u gericht blijft, want dat kan nodig zijn voor de rek van het programma. Ik doe het gewoon even voor. Nou, dames en heren, heel hartelijk dank voor het kijken. Ik zie u graag over 2 weken weer bij de grote Rolfshow. Goedenavond. Ja, dames en heren, tot over 2 weken bij de grote Rolfshow. Goedenavond. Ik heb gezegd een paar seconden, geen minuut. Zo is dat genoeg, hè? Werk jij hier? Ben je nog langer cameraman blijven? Dat is toch niet normaal? Ik probeer toch ook gewoon leuk te zijn? Sorry, mag ik even passeren? Sorry hoor. Ja, sorry. Ja, sorry. Kom even schotten. Jawel. Nou, Rolf heeft ons een leuke kijk kunnen geven achter de schermen. Maar hij komt eraan. Wij gaan inmiddels naar Henk.
Ik vind het heel origineel wat hij gedaan heeft. Ik vind het een ontzettend leuk idee om daarmee te beginnen. Dat is niet makkelijk om zo'n conferentie in eentje te gaan doen. Je hebt er nog weinig uit kunnen proberen. Ik vind dit heel knap. Dankjewel, Hein. En wij gaan naar Margot. Zij is een grote bewonderaarster van Judy Garland. En Judy Garland was een legendarische ster in de Amerikaanse showbusiness. Zij is ook de moeder van Liza Minnelli. In die tijd had zij ontzettend veel hits. En wat Margot heeft gedaan is een aantal van die grote hits achter elkaar gezet en er een medley van gemaakt. Wij zien Margot in een Judy Garland medley. Because of the wonderful things he does, cha-looky wa-looky do. Because we're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Want dit is de laatste ronde en we zouden heel graag nu de laatste punten van u willen hebben. Voor de specialiteitenronde kreeg Theo van Henk 5 punten, van Corine 9 punten, van Mike 10 punten en van Pim 7 punten. En dat geeft een ronde totaal van 31 punten. Van Henk 8 punten, van Corine 8 punten,
van Mike 9 punten en van Pim 8 punten. En een ronde totaal geeft dat van 33 punten. En nu Margot. Zij kreeg van Henk 9 punten, van Corine 9 punten, van Mike 9 punten en van Pim 7 punten. En dat geeft een ronde totaal van 34 punten. Maar we gaan nog even kijken wat dat dan in zijn totaliteit geeft. Theo krijgt dan totaal 143 punten. Rolf 156 punten. En Margot 154 punten. En dat betekent... Dat betekent, dames en heren, dat de vakjury gekozen heeft voor Rolf. Maar, ik heb het u in het begin van het programma gezegd, het publiek heeft het laatste woord. En daar zijn we dus nu bij aangeland. Het gaat om uw applaus. En dan gaat het niet om de lengte van uw applaus, maar om de hardheid van uw applaus. Want daar reageert de applausmeter op. Nou, ik denk dat dat duidelijk is, hè? Dan gaan wij nu beginnen met degene die voor de vakjury op de derde plaats is geëindigd. Wat geeft u voor applaus voor Theo Keizer? En dat betekent dat u, dames en heren, Theo 140 punten heeft gegeven. En dat brengt hem op een totaal van 283 punten. Op de tweede plaats is volgens de vakjury geëindigd Margot. En mag ik van u uw applaus voor Margot? En u heeft beslist dat Margot 150 punten erbij krijgt. En dat brengt haar totaal op 304 punten. En nu, bent u het met de jury eens of denkt u, wij gaan daar iets anders mee doen? U heeft het laatste woord. Uw applaus graag voor Rolf. Nou, dat is dan overduidelijk. 160 punten kreeg hij van u. De eerste Showmasters, ja. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen, lieve dames en heren, van deze eerste Showmasters. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. Wij hebben er hier vreselijk naar onze zin gehad. En ik reken er een beetje op dat u volgende week om 19:15 op Nederland 1 weer gaat kijken, bij de NCRV natuurlijk, naar de tweede Showmasters. Tot volgende week! Wat ik deed. Voor geen miljard. Dus iets dat doet je met je hart.
Laten we wat meer naar elkaar omkijken.